Vandaag 13 december, de kooldag bij Beozade aan de Zuiderbosweg in Heerdegewaard, locatie Kero. Een grote opkomst van telers, plantenkwekers en handel. De presentatie van Pieter Gabriels van BO Duitsland, Frank Duijf van Koppert Biologicals en Ger Kors van Beozade werden aandachtig gevolgd. Welkom allemaal bij de kooldag van Beozade. Ik zie hier telers in de zaal, plantenkwekers, mensen uit de gewasbescherming aan de handel. Heel mooi dat iedereen gekomen is. Zeker in vergelijking tot wat jullie hier in Noord-Holland doen, de teelt is, ik heb het traditioneel genoemd. Ja, dat betekent dat, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat qua techniek en zo lopen jullie gewoon voor. Het is heel simpel. En er wordt ook naar jullie gekeken vanuit Duitsland. Ook niet met convenience nog in Duitsland, daar zijn jullie een heel stuk verder in Nederland. Dus hier moet wel degelijk wat gebeuren. En ook daar zijn wij natuurlijk als zaadfirma met rasontwikkeling zijn we daar volop bij. Om onze klanten ook in het gedeelte convenience de juiste rassen aan te bieden. Op het moment dat de koolvlieg dan zijn eitjes afzet bij de koolplant, zou die roofmeid dan die eitjes opvreten. Dat hij die eitjes opvreet, weten we. Maar is het bestrijdend effect genoeg? Een andere mogelijkheid is om dat met aaltjes te doen. Ik weet dat de gemiddelde akkerbouwer teler jeuk krijgt van het woord aaltjes. Er zijn ook nuttige aaltjes. En het zijn geen plantenparasitaire aaltjes, maar insectenparasitaire aaltjes. Dit was voor de bezoekers het ideale moment om te netwerken en het seizoen af te sluiten.